Kampeerhalden Vrijbuiten zamelde van 20 september tot 2 oktober zoveel mogelijk tenten in voor alle slachtoffers in Pakistan. Ze zijn getroffen door de overstromingen en zijn daardoor hun huis kwijtgeraakt. Daarom kon je in alle vestigingen van de Vrijbuiten je oude tent inleveren om de bewoners van Pakistan te helpen. We hebben de actie op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Allereerst via onze eigen kanalen, onze internetpagina, website, nieuwsbrieven, in advertenties en in de winkels. Daarnaast hebben wij ook een persbericht verspreid. En dat is eigenlijk direct opgepakt door hele grote lokale, maar ook regionale media. We hebben al heel veel persaandacht gehad en zijn er ontzettend blij mee. De Kampeerhal heeft in 2005 deze actie ook al gehouden. Ze werden benaderd door een hulporganisatie en er werden maar liefst 4000 tenten ingezameld. Dit keer werden ze benaderd door de hulporganisatie Think for Pakistan. En zij vroegen of de Vrijbuiten weer tenten in kon zamelen. De Vrijbuiten zoekt het liefst zo compleet mogelijke tenten. Maar mocht dit niet het geval zijn, zal de Vrijbuiten de tenten aanvullen met onder andere haringen en tentstokken. Nou, het is zo, de tenten komen bij ons binnen, ze worden gecontroleerd en vervolgens in het logistieke centrum worden ze verpakt. Dan worden ze door een transportbedrijf dat op Schiphol zit opgehaald, daar worden ze opgeslaan. En vanaf 1 oktober vinden er met de Pakistan International Airlines de eerste vluchten plaats naar Pakistan. En de pallets met tenten zullen dan wekelijks worden verstuurd. De klantenservice krijgt op dit ogenblik wel extra ondersteuning van ons. In eerste instantie zouden wij alleen het vervoer doen, maar vervolgens... aangezien het vrij druk is met de inzameling, heb ik een x-aantal mensen die de volledige verpakking en het versturen verzorgen. Nadat de tent bij ons is ingeleverd, controleren mijn mensen op als er stokken aanwezig zijn en een tent aanwezig is. Vervolgens worden ze netjes bij elkaar verzameld en in grote dozen verpakt. Nou, dit is een geweldige actie natuurlijk. Elke beetje hulp die mensen daar kunnen gebruiken is natuurlijk welkom. Op 1 oktober is er al een vliegtuig de lucht in gegaan en hopelijk komen de eerste tenten al spoedig aan in Pakistan. De Vrijbuiter hoopt ook dit jaar zoveel mogelijk slachtoffers een dak boven het hoofd te geven.